De Surinaamse Juristenvereniging heeft gisteren samen met het Buitensociëteit Het Park een lezing gehouden over familie-erfgoedstrategie. Dit begrip is nog onbekend in Suriname, maar heel erg populair in Nederland, vooral bij familiebedrijven. De lezing is gehouden door de beroemde Nederlandse notaris Aniel Autaar. Bij familie-erfgoedstrategie gaat het om mensen die ervoor kiezen in familiair verband datgene voor te zetten wat een vorige generatie heeft opgebouwd. Onder familie-erfgoed wordt in dit verband verstaan alles waaraan een familie waarde hecht en vindt dat die als collectief bezit in stand gehouden moet worden. Eerder heeft notaris Autaar een lezing gehouden over het levenstestament dat ook enorme belangstelling geniet in Nederland, maar onbekend is in Suriname. Hij heeft toen de mogelijkheden van dit testament volgens het Surinaams recht aangegeven. In een levenstestament kan iemand vastleggen wat de wensen zijn als men door ziekte of ongeval wilsonbekwaam wordt. De lezing is vooral bezocht door juristen die deze nieuwe inzichten goed kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.